Ja, ik bedrijf 29 jaar horeca en dat zit in je hart en in je nieren en in mijn lever. De map. Toch wel de map. Daar zitten een paar liedjes in en dan roepen we een titel en dan denk ik, oké, waar gaat dit heen en dan doen we hem. Oké, dus gewoon helemaal out of the blue wordt er geroepen en dan doe je hem? Ja, niet helemaal out of the blue, maar wel redelijk lichtblauw. Ja. Nee, op deze manier is dit nog nooit georganiseerd. Wat dat betreft, petje af voor Jaap Brandtena en consorten. Dit vind ik een bizar iets. Dat alle cafés hier zo allemaal een duo's aan de dijk hebben. Geweldig. Voor muziek en voor dat soort dingen is dit gewoon een uitgelezen plek. En daarbuiten, ik heb een mooie bar dame staan. En leuk terras. En met voetbal dadelijk, 2 jaar geleden met het WK stond het al helemaal afgeladen vol. En ik vermoed dat het dit jaar wederom met het EK prachtig mooi festijn gaat worden. Het lijkt me eigenlijk nog een stukje leuk op het terras, buitenrum, met mooi weer. Met mooi weer. Ja. Ik ben vanavond vrij. Ik denk, ik ga even kijken hoe het is. Want ik hou ook van live muziek. Ik heb zelf ook in een band gezongen en DJ geweest, bla bla bla. Alles en iedereen die er is, die heeft het naar zijn zin. En dat vind ik altijd het mooiste wat er is. Als mensen met een tevreden gevoel naar huis gaan, dan heb ik dus mijn dag weer compleet. Dat is het dorpsgek. Nou, heel leuk dat ook de bolleboos die net nieuw is, dat die ook gelijk mee wilde doen. En dan heb je 5 leuke kroegen bij elkaar waar... vind ik prachtig leuke muziek neergezet is. Ik ben in de Pui geweest, nu ben ik hier zo in dit café, Café Oost. En we gaan zo dadelijk naar Jean, dat is Café De Stoep. Dat vind ik leuk en ik ben al bij Bolleboos geweest, de nieuwe zaak van Giel Jongejan. Kijk, in de Pui is iedereen al lazers en dan moet je eigenlijk niet spelen nou. Ik ben bij gebrek aan andere ondernemers eigenaar van dit etablissement. Ga je vaker heen? We doen nu dit feest met 5 bedrijven en als het bij mij regent, druppelt het bij de buren en omgedraaid. Waarom heb jij een paard aan? Dat wordt opgenomen, joh. The fuck? Ik ga binnenkort trouwen, dus het is voor mij een vrij gezellig feest. En dan heb je een paard aan? De buis van Abba tot Zappa. Het is echt. Ik ben Martine. En het is mijn eerste dag in de Pui en je zal, zoals je ziet, heel erg gezellig. Goed initiatief toch? Gezellig, met z'n allen. Ja. Voor herhaling vatbaar? Vind ik wel, ja. Ja. Een fijne bruine groep, goed bier, schone glazen en een leuke atmosfeer. Het gekke impuls voor de horeca. Ik bedoel, er moet wat gebeuren en dit is een van de dingetjes die er nu gebeuren. Hartstikke leuk. We komen mee naar het laatste optreden. Misschien is het leuk om... Ja, we moeten heel even bij Joris zijn zo meteen. Ja. Oh, nee, oké. Dan zijn we weg, hè. Dag. We komen zo kijken. Nou ja, het is net zo gezellig als, weet je, dat de binnenwegstrip hier waar al die leuke kroegen zitten. Nee, ik kom dan altijd in de Pui, maar dat is dan omdat ik het aan die mensen daar ken. Maar we hebben laatst heel erg leuk in Oost gespeeld. Het was een berengezellige avond. En net in Locus kom ik al mensen tegen die ik niet ken, maar je hebt leuke gesprekken. En dat is natuurlijk veld studentenleven, zoals ook Café De Stoep, waar je lekker kan eten. Nou, daar eten vaak een biefstukje. Rotterdam, ja, dat is mijn vaarwater. Dat is thuis. Elke dag denk je weer, mensen die ik nooit gezien heb in je eigen stad. En het is een hele leuke stad met een hele omvangrijke bevolking. Heel diverse samenstelling. Een hele leuke, interessante, gezellige mensen.